Angela de Jong heeft weinig waardering voor de vierdelige documentaireserie over Theo van Gogh, die momenteel op de NPO te zien is. Ze uit haar kritiek met de opmerking dat Van Gogh voor een breed publiek eigenlijk een randfiguur was. Deze docuserie is gemaakt ter herdenking van zijn moord twintig jaar geleden, en wordt door BNNVARA Vara omschreven als een niets verhullend portret van misschien wel de meest provocerende persoonlijkheid uit de recente Nederlandse geschiedenis. Maar wat vindt Angela hiervan? In de Admedia podcast geeft ze aan dat ze de docu heeft bekeken, maar niet onder de indruk is. Volgens haar spreekt het vooral een select publiek aan, mensen die zich identificeren met van Gogh en zijn films waarderen. Ze beschrijft het als heel erg Amsterdams en vooral gericht op de inner cirkel van zijn volgelingen. Voor haar voelt het als een document dat niet breed genoeg aanspreekt. Angela vindt het bijzonder storend dat in de beginfase van de documentaire een episode wordt besproken waarin Van Gogh beweert trots te zijn op de intieme relatie met zijn moeder. Dit verhaal, waarvan niet duidelijk is of het voortkomt uit een verstoorde geest of dat er een andere betekenis achter schuil gaat, beschouwt ze als onsmakelijk. Ze wijst erop dat, hoewel zijn moeder het ontkende, zijn vrienden het er doodserieus over hadden, wat haar enorm verontrustte. Ze legt een verbinding tussen Van Gogh en de huidige cultuur waarbij ze het gedrag van Joost Klein als voorbeeld aanhaalt. Waar de een, in dit geval Van Gogh, als een held wordt gezien, wordt de ander, Klein, vanwege een onhandige armbeweging gecanceld. Dit, al dus Angela, zegt iets over de tijdgeest waarin we leven. Als het gaat om de relevantie van de documentaire, zegt Angela dat ze het niet interessant genoeg vindt om aan te raden. Voor haar is Van Gogh een figuur die voor de massa nooit echt betekenisvol was. Ze vraagt zich af hoe ze haar moeder zou moeten overtuigen om deze docuserie te bekijken. Podcasthost Manuel Venderbos is verbaasd over haar uitspraak. Hij benadrukt dat de impact van Van Goghs moord onmiskenbaar was en dat deze gebeurtenis zijn plaats in de geschiedenis zeker bijzonder maakt. Angela beaamt dit, maar voegt toe dat de documentaire serie vooral gericht is op Van Goghs achtergrond en zijn jeugd in Wassenaar, met aandacht voor zijn films en zijn bizarre liefde voor een klasgenoot in een rolstoel. Ze stelt dat de interesse in Van Gogh misschien voortkomt uit zijn tragische dood en dat zijn films niet echt een breed publiek trokken. De mensen die dit interessant vinden zijn vaak ook betrokken bij de media, terwijl anderen daar minder affiniteit mee hebben, concludeert ze. De kritieken van Angela de Jong roepen vragen op over de bredere impact van kunstenaars en hun nalatenschap en hoe deze worden herinnerd in de maatschappij.